Niet iedereen is Brabander, heb ik ook gezien, maar dat is ook helemaal geen probleem. En ik praat wel Brabant snel trouwens, want dat is wel even belangrijk natuurlijk. Ja, we willen dit jaar iets organiseren voor onze klanten, zoals we dat vaak doen voor onze relaties. Om eens even met elkaar stil te staan bij het Brabander. Dat zal ik altijd zijn, ik laat boeren en scheten. En ik vind het ook nog fijn, ik ben een Brabander. Vergis je eigen niet, nee ik moet er niet aan denken. Dat je Guus niet voor je ziet, ik ben een Brabander. Dat zal ik altijd zijn, ik laat boeren en scheten. En ik vind het ook nog fijn, ik ben een Brabander. Vergis je eigen niet, nee ik moet er niet aan denken. Dat je Guus niet voor je ziet, ik ben een Brabander. Ik ben ongelukje van een van de Brabantse nachten. De nacht waarop ons moeder op ons vader lag te wachten. En ik ben blij achteraf dat ze dat ongeluk zijn begaan. Want als ze het veilig hadden gedaan, had ik waarschijnlijk niet bestaan. Hoe was het dan gegaan? Waar ik ben een Brabander, dat zal ik altijd zijn. Ik laat boeren en scheten en ik vind het ook nog fijn. Ik ben een Brabander, vergis je eigen niet. Nee, ik moet er niet aan denken dat je Guus niet voor je ziet. Ik ben een Brabander, dat zal ik altijd zijn. Ik laat boeren en scheten en ik vind het ook nog fijn. Ik ben een Brabander, vergis je eigen niet. Nee, ik moet er niet aan denken dat je Guus niet voor je ziet. Ik ben een Brabander. Jongen! Een Brabander. Ik ben een Brabander. Ik ben een Brabander. Eindhoven de gek. Een Brabander. Gek. Gekste. Begrijp me niet verkeerd, want ik heb Brabant in mijn bloed. Maar dat wil niet zeggen dat niet wat... Loopt hier ook ergens een spaghetti vreter rond? Die is ook dus net genaaid. Die Mazzini, hoe heet hij? Ja, Buitenlanders noemen wij hem. Die is ook dus net genaaid, ja. Zijn er nog meer mensen buiten Brabant hier? Ja, waar kom jij vandaan, meneer? België, och, nog erger. Werk de rode duvel die jij zet. Ja, goed, geniet er maar van. Voor een paar jaar zitten we niet bij op TK, want jullie komen toch nooit. Een keer feestje vieren, hè? Rode duvel. Ja, ik weet nog de allereerste keer dat ik in Nederland was. God, zakke jongens. Ja, dat was even een happening, hoor. Oh, oeh. Ik kwam met een dikke jas. Nou, mijn moeder had een dikke jas aan. Ik had niks. Ik had alleen een t-shirtje aan. I love Suriname. Hartje december. Misschien kapot van de kou. Maar dan wacht verder niet aan. Een van de dingen die ik nooit meer vergeten ben in de allereerste dag. Dat was een roltrap. Ik zag een trap die automatisch omhoog ging. Meisje. Ik denk, die trap die is gemak voor negers. Heb ik zeker. Ik hoef alleen te blijven staan en gaat automatisch omhoog. Nou, geweldig. Ik sta op die trap. Ik maak een paar rondjes. Op een gegeven moment stond er een vent achter me en die vent die zei tegen mij van meneer, kunt u opschuiven, ik kon naar boven. Ik denk, god, zak je welke boven bedoelde? Hij wilde gewoon automatisch omhoog, dat vind ik raar. Toen zei je naar de hemel wilt, ik snap het allemaal niet. En hij duwt me opzij, zeg, opzij, goed me op, ik heb haast, zei hij. En ik flikker zo van die roltrap af, ik ga naar ons moeder toe, zeg, ma. Die meneer die zei iets heel smerigs, haast, waar is dat eigenlijk? Ja, dit was voor mij even schakelen, hoor. Ik moest even wennen. Ja, dat was even apart, hoor. Ik heb het allemaal heel zwaar, hoor. Ik heb het als heel zwaar. Nou, de eerste keer dat ik bij de gynaecoloog zat. Godzak, dat was een vent. Daar ben ik niet happig op. Hij had in een doos van een vrouw gekeken. Vind ik niet tof. Maar ja, hij heeft ook gestudeerd. Het zal wel. Nou, wat dat betreft ken ik een hoop negers die een hoge studie hebben afgerond. Wat doosje kijken betreft, zeg maar. Prima. Ze gewoon achter een schot zitten. En ik hoorde volgende magische woorden. Voor de vrouw in de zaal blijft erbij. Het ging om een inwendige echo. Ik hoor deze woorden van die gynaecoloog. Mevrouw, ik ga deze witte staaf heel voorzichtig bij u naar binnen duwen en als het pijn doet, moet u het maar zeggen. Ik denk, hier klopt iets niet. Ik denk, dat schot opzij, als dat er helemaal klaar voor, ik zag een witte staaf, zag condomisch en gelijk met dat. Hé, hoe ga ik jij doen? Je bent wel heel vroeg bij, je hebt een etentje aan 2013, je bent wel heel snel. En ik tik hem als in de krik als ik luister, maat, dan ga ik één staaf in en ik kan hem zeker iets niet weten, maar. En toen was ik de schuldige. Maar op een dag gaat mijn dochter aan mij vragen, papa, mag ik naar Sinterklaas? Ja, ik ben er wel achter gekomen in mijn 32-jarig bestaan dat je geen ruzie moet krijgen met twee vrouwen onder één dak. Maar dan gaan we niet redden, zeg maar. Dan gaan we niet winnen. Dus ik ga gewoon naar die Inter Sinterklaas. Dus als je ooit de krant van Krakenstad opklapt en je ziet één grote blanke vlek met een donker stipje en een karamelken op zijn schouders, check, check. Daar ben ik, kijk hoe je zeker. Ik ben geen voor- of tegenstander. Ik wil gewoon ruzie met twee vrouwen, dat is het. Maar, zeg ik altijd maar, we moeten elkaar geen mietje noemen, hè? Dat is mijn slagzin. Ik zeg, Zwarte Piet moet zeker blijven, het is wel een neger. Nee, nee, hij is zwart van het roet. Dan zeg ik altijd, luister. Stel je voor, die spaghettivreter van de Hans die flikkert door de schoorsteen. Die komt beneden, die heeft een egaal bruine kleur. Niks mis mee. Muren zijn van stof of net geverfd, mag je zelf kiezen.
Maar stel je voor, die haas die flikkert door de schoorsteen, heeft een egaal bruine kleur en rode lippen. Dat is nog te verklaren. Van boven naar beneden schuurt hem in zijn lip langs de muur. Nou, dan krijg ik een rode lip. Kijk hoe zeker. Maar stel je voor, hij flikkert door die schoorsteen, hij komt beneden, heeft een egaal bruine kleur, rode lippen, een kroeskop in oorbel. Dan zeg ik, hey, dat is een neger, dat is niet erg. Dat is een rare schoorsteen, Hans. Maar, waar beide partijen het wel over eens zijn, dat het niet racistisch mag worden, hè, aan beide kanten. Dan zijn ze het over eens. Ze stonden een keer Spraakkapelle. Een van de eerste keren ging ik naar de MT daar. En Spraakkapelle, dat is een beetje de Zwarte Kousengemeenschap. En ik wist niet waar dat was, maar dan kwam ik wel achter waar dat was, de Zwarte Kousengemeenschap. Sinterklaas was in het land uit. Ik sta daar in de rij, oud vrouwke, Vermeland, Afrika, niks aan de hand. Ik kijk naar links, ik zie niks, ik kijk nog een keer links en er staat ineens een kindje. Kennen jullie kinderen die zo lang kijken dat hoe erg een beetje ongemakkelijk gaat voelen? Nou, ik had er een te pakken, hoor. Niet knipperen, niks. Had een ijsje vast, ijsje was blauw. Zijn hand op, want er kon geen likje vanaf, helemaal niks niet. Kindje staat al verderop, kindje kijkt naar men, wipt een beetje zo. Mama, u zei toch dat alles wat de Pieter terug naar Spanje waren? Nou, ik zie er nog één. En het eerste wat ik dacht is van, oh, dan loopt die ergens wat de Pieter om, ga even zoeken. Maar na een paar seconden dacht ik van, dat kutkind die doet het gewoon over men. En zo goed als ik ben, als de Brabant neger zijn, ik denk, nee, ik ken negers die dat kind een paar tik hadden gegeven, maar nee. Zo ben ik natuurlijk niet, hè. Nee, kind weet van niks. Moeder komt achter die schappen vandaan, moeder bukt bij dat zoontje. Ja, dat klopt. Die meneer die hoort hier helemaal niet. Nou, weet je wat? Ga maar eens aan die Piet vragen wat hij nog steeds in Nederland doet. En hier kom je zo'n punt dat integratie in mijn wereld is deurgeslagen, hè. Want het enige wat ik denk is van, ik moet dat droom van dat kindje niet verpesten. Zo goed ben ik, hè. Ja, ik ben een wereldneger, hoor. Dat droom van dat kindje moet ik niet verpesten. Kindje komt naar me toe lopen. Wat doen jullie hier? Ik had net Red Bull op, hè. Moet creatief zijn. In een split second zeg ik, ja, ik heb de boot gemist. Oh, is Sinterklaas niet twee boten dan? Nee, Sinterklaas heeft maar één boot. Dat is vroeg. Allemaal Afrikanen op één boot, nou en varen maar. Heb je geen pepernoten dan? Ik zeg, nee, Sinterklaas heeft alle goede pepernoten terug naar Spanje. De slechte laat in de schappen liggen. Dat is alleen maar verrot, moet niet kopen. Ja, Red Bull was op dreef, zeg maar. Heb je geen chocoladeletter dan? Ja, dan haak ik het niet meer, hè. Creativiteit was op, Red Bull was uitgewerkt. Moeder op een afstand aan het klappen. Ik zeg, moeders, dat is jouw zoon, hè? Hij wil de chocoladeletter hebben. Ik kan mijn tappenmoeren eruit hangen. Ik kan die chocoladeletter I krijgen van hem. En toen was ik de schuldige. Toen had ik het gedaan. Ja, ik had erbij moeten zeggen dat ik niet zwaar verbied ben. Ik vind niet erg wat die mensen zo doen. Maar hij had een beetje beter uitgelegd. Dat was niet gebeurd. Ja, ik zeg altijd maar, in Nederland hebben we een mooie maatschappij opgebouwd. Maar er zijn burgemeesters in Nederland die racismekaart zo makkelijk spelen, hè? En dat vind ik best jammer om te zien. Ik doe het ook wel eens op. Ja, ik vind het hilarisch om te doen. Zeker. Ik snap alleen niet dat meesten dat zo makkelijk gebruiken, die racismekaart. Ik kijk wel eens wegmisbruikers en dat vind ik leuk. Want dan krijgen meesten een boete en één week denken ze, oeh, gelukkig ben ik niet. Dus ik ben wegmisbruikers aan het kijken. En moet maar op YouTube invoeren boze Turk. Of Turk wegmisbruikers. Oh, ik heb een hummelstuk gelachen. Ik zit op de bank. Ik ben aan het kijken. En de agent rijdt de rechterbank. Je weet dat 80. Staat om de 2 meter aangegeven bij wijze van spreken. Was vrij duidelijk dat ik daarop hou. Die gasten schieten een Mercedes S-klasse over de linkerbaan met 142 km per uur. Bam! Die agenten, die starten de meting. En ze klokken die beste meneer op 150 km per uur op een gegeven moment. Ja, die gaf een goed gas op. Dus ik weet van, hij is rijbewijs squared. Wat ik dan doe, ik vat ginger ale van Schweppes en popcorn erbij. Oh, nou, dat wordt leuk, zeg maar. Dat wordt grappig. En dan merk ik dat integratie is doorgeslagen weer, want ik hoop dat het een buitenlander is. Ik hoop dat het een buitenlander is. Politie, volgen. En dan stapt een Turk uit. Oh, yes, yes. Oh, ik was zo gelukkig. En dan merk ik dat het echt doorgeslagen is, want stiekem hoop ik ook dat hij slecht Nederlands praat. Dan is de grap af. Hij stapt uit en hij zegt, ja, jullie zien natuurlijk in dikke S-klasse. Ik kon wel janken van geluk. Ik was zo vrolijk op dat moment. Oh, heerlijk. Maar op dat moment laat ik die zin even vallen in mijn kop. Jullie zien een Turk in een dikke S-klasse. En ik denk van, nou, dat is wel een vreemde constatering van die beste meneer. Want als je op de rechterbaan rijdt, dan schiet iemand voorbij die kaart twee keer zo hard rijdt. En dan zou dit de reactie van die agenten moeten zijn. Hé, hey, collega's, zag je die Turk voorbij schieten? Dat kan niet op die snelheid. Je zou zeggen, dat is nou het eerste afval. En hij zegt op een gegeven moment, ja, ik ga natuurlijk de kaaien. Terwijl ik mijn popcorn naar binnen aan het werken ben, zeg ik, ja, en rap op, ga maar. Zo erg is dat in mijn wereld, hè. Zo erg is integratie doorgeslagen. Ik merk het aan alles, hè. Zelfs spelfouten gaan me opvallen. Ik loop door de supermarkt, zie ik een briefje hangen. Geen tijd voor. Ik zoek mijn rijst, een kipfilet, maar vreet alleen maar rijst met kip. Vreet niks anders. Dus ik heb hem gevonden. Ik kom aan bij de kassa.
zie ik dat briefje weer hangen. Ik lees dat. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerkers. Iets stoorde me aan die zin. En ik zeg tegen de cashier, mevrouw, volgens mij klopt die zin niet. Hoezo niet dan? Ik zeg, nou, we staan op zoek naar een enthousiaste medewerkers. Als u het lidwoordje een weghaalt, dan staat er, we staan op zoek naar enthousiaste medewerkers. En ik neem aan dat u meerdere mensen zoekt, want die heeft meerdere filialen in Brabant. Ik schrok van mijn eigen uitleg. De negers zo eens kunnen uitleggen. Nou, die zitten lang hier, hoor. Schandalig. En daar hebben jullie allemaal meegewerkt. Verschrikkelijk vind ik dat. Vroeger in die goede oude tijd liep ik over de straat. Als ik binnen een straal van 2 meter kwam bij een oud vrouwke, dan was dit haar reactie. Die klemde haar tas onder haar oksel. Die weet van, die neger die kan mijn tas schroepen. En ik had zoiets van, oh, dat is een schoon tasje. De lijnen waren duidelijk vroeger. Tegenwoordig niet meer. En ik moet zeggen, in Nederland zijn er veel dingen veranderd. Heel veel. Maar voor mij ben ik blij dat de maatschappij zo veranderd is. Ik wil het mooie bedrijf opgebouwd, die mensen dan. Alles wit, als ik zo om me heen kijk. Of we daar weer over gaan hebben. Mijn gelederin is ook een stukendoor. Ja, dat is een Surinamer. Ik ken goed stukendoren, maar als die klaar is, ja, dan trekt hem maar een dag vooruit, zeg maar. Duurt wel een dag. En dan heb ik het niet over een groot project, maar nooit over één wandje, zeg maar. Surinaam stukendoor moet het niet willen. Want als die begint, jongen, ja, de prijs is hoog, maar zijn werkethiek is niet zo hoog, zeg maar. In een goede vent, hoor. Nou, niet van. Wie is hier nou de slowste hier, zo, van dat bedrijf, kijken. Wie heeft nou zoiets van, die werkt nooit hard. Want ik heb gehoord, jullie zijn de grootste viezerikken van de bouw. Jullie laten overal troep achter, hè. Ik heb al gehoord. Een mortel en een gips ligt overal. Ja, kunnen over tafel hangen, lamlendigen. Waar ga je? Moe logie. Waar ga je? Waar hangt die? Ik heb met een lam, dat zie ik al. Zo werkt niet hard. Gaat een neger kunnen zijn, zeg maar. Ja, dat is goed, hoor. Dat is goed, dat is een goede eigenschap. De eerste neger die thuis zit met een burn-out, die moet nog geboren worden. Als jij er eentje ziet, een neger met een burn-out, neem ik daar per direct afstand van. Die, een neger die te hard werkt, hoe is het? Ja, dat is niet. Want daarom doen wij niet aan depressies. Negers hebben geen depressies. Een neger die thuis zit, maar zo hard werkt dat hij het leven niet meer ziet zitten, nou, dat gaat het niet vinden. Negers die voor de trein die springen en werken ophangen. Nee, een neger leeft vandaag, dat merken zien we wel. Dat is een ethiek. Ja, zo is het wel, hoor. Zo, ik heb ervan genoten hier. Ik heb me eigenlijk helemaal stuk gelachen. We gaan nog duiven. Uitverkocht haas, 420 man. Moet ik nou heen. Maar, ik zeg altijd maar, dat is mooi, hè. Zo zie je de integratie deur kan slaan, hè. Vroeger in de katoenvelden moesten negers hard werken. Niet voor geld, nee, die moesten kaart werken, kregen niks betaald. En nu zijn er 420 man die betalen om negers te zien. Ik kan hard gaan met de tijd, dus niet. Houd.